Binnenkant, binnenkant, kinder! Voor jou!
Dik, 2-1 verliezen van Berkum. Met vlak voor tijd een pengel. Heel zuur. Ja, die drijven zijn super zuur. Ja. Met daarbij, misschien heeft Berkum wel de betere kansen gehad, maar jullie hebben na de rust ook een aantal mogelijkheden gehad waarvan je zegt van, misschien ben je dan de uiteindelijk gelukkige winnaar, maar ik trek hem over de streep. Wij hebben het slecht uitgespeeld, dat wij tegen een ondertal voetballen. En dan volledig uit onze organisatie gaan spelen. Terwijl we, wanneer we dat wel doen, en ik vond dat we dat de eerste gedeelte van de tweede helft wel goed oppakten. Snel de kantwisselingen deden, snel de buitenspelers zochten, de combinaties daarna met de diepte daarna. Ja, dan moet je wat... Het was bij Toeren heel slordig. Ja, het was hartstikke... Nou, met name de eerste helft vond ik heel erg slordig. Maar ik vond ook bij die eindpaas, dan is de bezetting niet goed. De eindpaas is niet goed. Maar dat vond ik eigenlijk over de hele wedstrijd genomen wel een feit. En dat je dan tegen 10 man in de omschakeling zoveel ruimtes weggeeft dat een Berkum nog gevaarlijker wordt en eerder een kans maakt op de 1-2. Dat vind ik dan zorgelijk. Dus een extra feit dat... Joshua eraf gaat. Of Joshua, zeg Jason. Jason. Ja, dat vind ik echt... het ligt aan ons. We hebben zelf niet goed gevoetbald. De scheidsrechter heeft hierin wel een negatieve rol. Waar ik niet 100% overtuigd ben van de gele kaart die hij geeft in korte tijd aan Jason. En ook de handsbal ben ik niet 100% van overtuigd. Dat laatste ben ik helemaal met je eens, want je ziet hem aan de andere kant niet. Ja, goed. Wat ik zeg, het ligt niet aan de scheidsrechter. De beslissingen die aan het einde van de wedstrijd zijn genomen, hebben niet in ons voordeel gewerkt. En dan is het heel zuur dat je 2-1 verliest.